Jello Beats, holla at me. Yeah. Yeah, it's true, I am a beat killer. You looking at the hottest of the hot niggas. Yo, what up YouTube, Rex hier met vandaag weer voor jullie een nieuwe video. En yes jongens, we gaan weer starten met Bekijk het maar. De serie was er een tijdje uit, dat kwam natuurlijk ook door de vakantie. En dan upload ik gewoon lekker kriskras. En we gaan weer starten met de serie. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie eventjes uitleggen waarom ik vandaag geen facecam heb bij de serie. Dat komt omdat ik had mijn PC geüpgrade naar Windows 10. Ik was er niet tevreden over en ik ben weer teruggegaan naar Windows 7. Want Windows 7 is gewoon oud en vertrouwd, voelt gewoon goed. Dus vandaar vandaag geen facecam bij de serie van Bekijk het maar. Dus without further ado, let's review. Oké, en hier zijn we dan aangekomen bij het eerste kanaal. En die is van de Achteraf Chick, yes. Oftewel Marianne. En ik ken Marianne een beetje via Twitter. En ik ken haar ook via YouTube. Ze had me ooit een keer benaderd onder mijn live story. En ze zei van wow, amazing. En zo zijn we een beetje aan de praat geraakt. Ze hebben elkaar gaan followen op Twitter. En ja, tot nu toe zijn we gewoon leuke YouTube buddies. En we gaan beginnen met jouw banner. En oh my god, it looks amazing. Ik ben een jongen, maar ik vind deze kleur vind ik echt zo mooi. Die paarse kleur. I love it. Het ziet er goed uit. Je ziet echt heel strak midden in je face. Bam! De Achteraf Chick. Abonneer nu en join de DAC Harmony. Oftewel de Achteraf Chick Harmony. Het ziet er goed uit. Ik zie hier dat je Instagram hebt staan. En hier staat netjes je Twitter. En het ziet er goed uit. Je avatar is gewoon een foto van jou. Ook super awesome. Ik hoor heel vaak op jouw kanaal dat mensen hier willen zien hoe je eruit ziet. Nou jongens, hier zie je er. Dit is de Achteraf Chick. Yeah. Oelala. Nee, grapje. Dat is de Achteraf Chick, oftewel Marianne. Ik zie hier dat je Twitter hebt gelinkt. Je Google Plus account natuurlijk. En het ziet er gewoon amazing uit. Je series staan hier gewoon netjes. Uploads, uploads. Oh, je uploads staan er 2 keer. Waarom je dat doet, mag je me een keer gaan uitleggen. Maar 2 keer staan hier je uploads en populaire video's. Ik zou toch, als ik een kleine tip mag geven om je kanaal er nog strakker uit te laten zien dan dat het nu al eruit ziet. Om toch gewoon even je series daar netjes neer te zetten. Want het is wat makkelijker ook voor mij. Kan ik gelijk ja, naar de serie kijken die ik leuk vind. Oftewel de commentaires die ik leuk vind, kan ik gelijk aanklikken. En dan weet ik ook gelijk waar ik moet zijn. Maar laten we maar gaan beginnen met een video natuurlijk. En oh my god, ze speelt nu ook custom zombies. Ja, ja, we moeten een keer samen een video op gaan nemen. Maar dat is voor later. Laten we nu maar even gaan kijken naar deze video. Ik heb hem al bekeken, maar we gaan hem lekker nog een keer met jullie bekijken. Here we go. Zoals jullie zien, lekkere intro. Speciale intro. Nice, I love it. Mensen, dag, dat ik een nieuwe video leuk. Dus check een nieuwe video van mij. Vandaag weer terug met een nieuwe commentary. Yes! En vandaag. En yes, jullie horen het al jongens. Ze is super spontaan in elke video als ze hem opent. Ze blijft spontaan in de hele video. Ze heeft leuke grappen. Dan gaan we even vandaag mee verder. Vandaag gaan we... Achteraf ik hier een nieuwe video zeg. En waarom zeg ik YOLO? Ik weet het niet. Het is echt een kutwoord. Ik vind het echt een kutwoord. Sorry, no offense hoor. Maar vroeger, een paar jaar geleden zei ik het echt toen het echt net gehyped werd. Weet je wel dat woord? Nou, zoals jullie horen, ze is goed verstaanbaar in de video's. Ze is spontaan, zoals ik al zei. Echt goed gewoon. Toen zei ik het... Waar ik eigenlijk nog even naartoe wil gaan, is naar een punt dat zij lacht. Want haar lach is echt zo erg aanstekelijk. Oh my god. Oh, ja. Kijk, ik moet allemaal pakken. Het was hier ergens. Kom op, ik wil het jullie laten horen. I love it so much. Maar dat is natuurlijk super amazing. Ze heeft nu 1200 abonnees. Damn, I'm jealous about it. Laten we nog even een video gaan kijken. Ze doet echt alleen maar achteraf commentaries de laatste tijd. Nou, nu doet ze dan wel een live commentary met de Zombie Plays YouTube dipje. Nou, let's do this one. Oh shit, ik betrap mezelf er ook nog op dat ik niet heb gelijk. Nou, doen we dan gelijk eventjes. Want dan wordt de Q&A gewoon niet meer speciaal. Dus dat komt iedere week. En daarnaast gewoon een lulvideo, weet je wel. Een beetje lekker zeiken, net zoals ik nu doe. Een beetje updaten, dat soort shit. Wat er allemaal is gebeurd in mijn leven. De laatste tijd echt dat ik echt gewoon... Nou, zoals jullie dus al horen, haar specialiteit is gewoon lekker achteraf commentaries doen. Ze is er een klein beetje moe van om dat te doen. Ze wil natuurlijk ook gewoon lekkere let's plays doen. Dus in deze video had ze het erover van, nou ja... Ik weet niet zo goed of ik ook wat andere games voor jullie kan gaan doen, want ik ben een achteraf commentary kanaal. Nou, dat moet je gewoon lekker doen, Marianne. Voor de rest ga ik natuurlijk even kijken, ben je actief op Twitter? Nou, dat kan ik al beantwoorden, want dat is ze al. Kijk, ze is gewoon lekker actief 4 uur geleden. Gastrol van Reggie Rex. Ja, ja. Deze week op haar kanaal, jongens. Dus ga dat zeker eventjes checken. Gaan we nog 1 keer terug naar jouw kanaal en dan wil ik even kijken over jou over. Nou, de beschrijving, gameplay sturen kan altijd natuurlijk. Dus heb jij een toffe Call of Duty gameplay, stuur hem dan eventjes op naar de Achteraf Chick natuurlijk. Ze heeft 49k weergave, 1200 abonnees.
Kortom, de Achteraf Chick is super goed bezig. Vind je haar kanaal nou ook leuk? Je bent nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes op haar kanaal. En dan gaan wij op naar het tweede kanaal. Let's go! Oké, en hier zijn we dan aangekomen bij het tweede kanaal die ik tegen heeft opgegeven voor een kanaal als review. En die is van de System Hackers. System Hack Activated. Yes, en zoals jullie al gelijk zien. Bam! Wat een amazing banner heeft deze groep. System Hackers staat er gewoon super tof in. En dan hier een BO2 sniper. En het is een beetje in een cartoonstijl gedaan. Super awesome. Je avatar is natuurlijk hetzelfde poppetje als in je banner. Super chill. Ik zou er misschien wel een beetje de System Hackers bij zetten. Zodat mensen toch nog altijd zien dat het de System Hackers is natuurlijk. Daar heb ik niks over te zeggen. Ik zie niks gelinkt. Geen Twitter. Een beetje jammer. Wat je verder kunt bekijken. Uploads. Populair uploads. Gemaakt afspeellijsten. Het ziet er goed uit. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Het is een beetje overzichtelijk. Het is overzichtelijk. Niet een beetje, Rex. Nee, het is overzichtelijk. Laten we maar gelijk je eerste video gaan bekijken. Here we go. Laten we zo. Kunnen we verder gaan? Oké. Dit is een gastcompilatie. Dan gaan we eventjes verder. Het is natuurlijk wel een nice video, maar ik wil iets van jezelf zien. Kort AW sniping. Nou, dan gaan we dan maar kijken. Zo te zien hebben ze heel veel compilatievideo's. Oh shit. Kijk eens, wat een skills, wat een skills. Ze hebben nog niet echt volgens mij een eigen intro. Ik laat de video even stoppen, maar ze hebben nog niet echt een eigen intro volgens mij. Dat is wel belangrijk. Dus jongens, als jullie dat kunnen fixen, dat iemand een intro voor jullie maakt, komen jullie nog professioneler over. Voor de rest hebben jullie 130 abonnees, wat ik hier kan zien. Ik ga deze natuurlijk even liken van jullie. Het ziet er goed uit. Ze maken heel veel compilatievideo's zo te zien. Laten we even verder gaan kijken of ik nog wat leuks van jullie kunnen gaan zien. Summer Vacation, 2 maanden geleden. Loadout. Ze doen dus echt helemaal verschillende games op hun kanaal. Ja, het is dus echt gewoon, hoe moet je dat zeggen, meer compilatieachtige video's, gameplay video's zonder commentaar. Waarom jullie dat niet doen, dat is niet heel erg duidelijk, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het kan natuurlijk ook gewoon leuk zijn om te doen. Laten we even gaan kijken bij over, 130 abonnees, 3.000 weergave, beschrijving, hello person reading this now. Oh, ik dacht dat het Nederlands was, hello person reading this right now. Het is Engels gedaan. Jullie willen dus waarschijnlijk meer Engelse kijkers trekken. Ik kan helaas niet drukken op een Twitter-account of zo. Ik zou die wel linken als je die hebt, want het is natuurlijk altijd super makkelijk om je updates daarop te posten. Zodat de kijkers van YouTube daar ook naartoe kunnen gaan. En dat was dan eigenlijk mijn review over dit kanaal. Het ziet er gewoon goed uit. Ik zou, de thumbnails zien er ook gewoon goed uit. Ik zou alleen met Twitter nog een beetje bij gaan linken. Het ziet er goed uit. De System Hackers natuurlijk ook awesome. Vind je het nou ook leuk? En je bent nog niet geabonneerd? Abonneer dan natuurlijk ook eventjes op de System Hackers. Want dat is natuurlijk gewoon een super awesome kanaal. En dit was dan natuurlijk mijn review van de twee kanalen. Als je het tof vindt, hun link staat beneden in de beschrijving. Wil jij nou ook dat ik een keer jouw kanaal ga reviewen? Dat kan natuurlijk. Abonneer dan eventjes op mijn kanaal. En laat dan eventjes hier beneden jouw aanmelding aan om je kanaal te reviewen. Zodat ik jouw kanaal lekker kan gaan reviewen. Maar we zijn nog niet klaar. Want ik heb jullie nog wat te melden. En wat heb ik jullie nou te melden? Nou, ik ga weer lekker terug naar het uploadschema toe. Zoals jullie natuurlijk vandaag alweer konden zien, is Bekijk Het Maar ook weer terug. Dus ik ga jullie eventjes vertellen wat deze uploadschema nou inhoudt. Op maandag krijgen we een Call of Duty serie. Dat kan The Road to More Royalty Gun zijn. Mohab on Every Map, Black Ops 2 serie. Maakt niet uit, dat komt er dus op maandag. Op dinsdag krijgen we de Custom Zombies. Die blijven gewoon lekker op mijn kanaal. Op woensdag krijgen we Black Ops 3 beta video's. Beta gameplay. Op donderdag krijgen we Zombie the Game. The Game Zombie. Op vrijdag krijgen we Battlefield Hardline. Zaterdag COD Road to Gun Game Master. Die wil ik ook blijven doen, want die is gewoon super awesome. En op zondag natuurlijk, zoals vandaag, krijgen we Bekijk Het Maar. Maar dat is nog niet alles, want op mijn extra kanaal ga ik ook weer uploaden. 3 keer per week krijg je daarop een video. Op maandag krijg je Lego Jurassic World. Op woensdag krijgen we Tom Brady. En op vrijdag Mafia 2. Want ik ben zo hype voor Mafia 3 dat ik Mafia 2 weer met jullie wil gaan spelen. Dus als je dat nou ook super tof vindt en je bent nog niet geabonneerd op mijn extra kanaal, ga dan eventjes naar mijn extra kanaal toe. Abonneer daar dan eventjes op en dan zie ik ook jullie daar. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Geef me natuurlijk een like. Wil je meer zien? Ik ben nog niet geabonneerd. Abonneer dan eventjes hier beneden op mijn kanaal. En ik zeg jongens, zie jullie bij de volgende video. Ciao! I know how I feel. Everybody looking when you're walking in the club, straight flex. I know how I feel. Standing on the couch. Wait, just bring your body to my section.